Nooit eerder waren er zoveel werken van schilder Jeroen Bos bij elkaar te zien als nu in zijn geboortestad, Den Bosch. De tentoonstelling Visioenen van een genie gaat morgen officieel open in het Noord-Brabants Museum. Vandaag kwam de wereldpers vast kijken en die is lovend. 17 schilderijen en 19 tekeningen van Jeroen Bos zijn er te zien. Veel van de werken van Bos zijn de afgelopen 5 eeuwen verloren geraakt of ze zijn beschadigd. Een aantal schilderijen moest worden gerestaureerd. Sommige meerluiken zijn met hulp van het Jeroen Bos Research and Conservation Project tijdelijk weer één schilderij geworden. In Den Bosch is onze kunstverslaggever Peter Pim Windhorst. Peter Pim, ik zei het al een beetje, maar vertel jij het eens in jouw woorden. Wat maakt deze tentoonstelling nou zo uniek? Nou ja, allereerst, het is natuurlijk de plaats waar Jeroen Bos zo lang gewoond heeft en waar hij gewerkt heeft. Een paar straten van het museum waar we nu voor staan, daar was zijn atelier. Wat ze ook zeggen, er zijn nog nooit zoveel schilderijen, panelen van Jeroen bij elkaar geweest. Zelfs waarschijnlijk niet in zijn eigen atelier, want hij verkocht heel veel en waarschijnlijk ook heel snel. En wat er ook heel bijzonder hier is, dat ze de manier waarop sommige panelen laten zien. Er is natuurlijk met die panelen heel veel gebeurd in de geschiedenis. Ze zijn gescheiden, ze zijn uit elkaar gehaald. En hier kunnen ze op sommige momenten weer laten zien zoals ze ooit bedoeld waren. Zoals ze kunnen ze nu weer bij elkaar zetten. Luister maar naar wat kunsthistoricus Matthijs Ilsing daar vanmiddag eerder over zei. We staan voor een aantal fragmenten van wat ooit een drieluik is geweest. En dat in de 18e of in de 19e eeuw, weten we niet precies, verzaagd is en opgedeeld is in vier, of waar we tegenwoordig nog 4 fragmenten van over hebben. En die allemaal op de tentoonstelling hier te zien zijn en verenigd zijn. Dat is heel bijzonder. Ja, want als je dit normaal zou willen zien, dan moet je de hele wereld overreizen. Dan moet je naar Rotterdam, naar Parijs, naar New Haven in de Verenigde Staten en naar Washington, ja. Wat ik de afgelopen tijd over Jeroen Bos geleerd heb, is eigenlijk dat de tand destijds in zijn werken toch wel er behoorlijk ingehakt heeft. Hè? Er is gezaagd, er is verdwenen, er is veranderd. Er is echt, wij gaan niet meer zo met die werken om, maar in het verleden is er van alles met die werken gebeurd. Er is van alles gebeurd. Mensen maken oorlog. Er breekt brand uit. 500 jaar is een hele erg lange periode. Over 500 jaar is er van ons niet zo heel veel meer over. Dus het is eigenlijk een klein wonder dat er van dat werk van Bos nog zoveel over is. En hoe is het dan gelukt om dat wonder, zoals hij zegt, naar Den Bosch te krijgen allemaal? Ja, ik heb daar vanmiddag ook nog over gepraat met Charles de Mooij, de directeur. Hij zegt het is diplomatie. Praten, praten, praten en nog eens praten. Het is wetenschap, hè? Dat zijn de mensen van het Jeroen Bos Research and Conservation Project, omdat die de schilderij hebben onderzocht. Hadden ze ook ingang bij al die musea, konden ze daar met mensen gaan praten en werden ze ook serieus genomen, de musea. Maar het begon al veel eerder natuurlijk, want ook hier in de stad moesten de mensen ervan overtuigd worden dat dit een goed plan was en dat het iets moois voor de stad was. We hebben dus gezegd tegen de stad Den Bosch en tegen de provincie Noord-Brabant, als jullie willen investeren in je eigen erfgoed, dan zou dat kunnen door onderzoek mogelijk te maken naar al het werk van Jeroen Bos, naar al zijn schilderijen, naar zijn tekeningen. En indien mogelijk of indien nodig ook werk te restaureren waar zich dat ook ter wereld zou mogen bevinden. Want uiteindelijk is het ons erfgoed, ook al hangt het in een museum elders. Nou, daar hebben we de handen voor op elkaar gekregen. En ja, dat heeft heel veel goodwill opgeleverd bij die musea in binnen- en buitenland. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat deze tentoonstelling mogelijk is geworden. En je hebt hier natuurlijk de afgelopen week al een paar keer gewoon door lege zalen gedwaald om toch even te kijken. Dat zegt, we hebben hier met een heel enthousiast en groot team aan gewerkt om dit mogelijk te maken. 2,5 jaar na de opening van ons museum weer zoiets voor elkaar te krijgen. Dat heeft natuurlijk heel veel van mijn collega's gevergd. En ja, we hebben het allemaal met veel plezier gedaan. En als je dan door die zalen hier loopt, ja, dan ben je best trots op het resultaat. En dat die tentoonstelling uniek is, merken ze bij het museum ook aan de belangstelling die ervoor is. De journalisten die vanochtend al een kijkje mochten nemen, kwamen van over de hele wereld. Ja, ik zag het, beeindruckend, dat deze problematiek, wie man omgaat met een werk, also was ja niet zo eindeutig immer bewiesen is. Ne? Und, ja, wie das präsentiert wird und diese ganze Idee mit der Restaurierung, das finde ich schon sehr spannend. Je hebt nou al de helft gezien. Wat is je eerste reactie? Goh, ja, ik ben een beetje onder de indruk van alles, maar ik vind het voorlopig wel heel tof. Ja, ik kan eigenlijk nog niet veel reactie geven, want ik wil een beetje een totaalplaatje. Ja, nee, het is tof dat ze dat allemaal hebben ingedeeld in verschillende categorieën. En
Ja, ik ben gewoon benieuwd hoe dat verder zal verlopen. I think the colors are really amazing. I see little details from the corner of my eye. And I just would like to have the overview and take time for it. Yeah. Nou, niets dan lovende reacties. Burgemeester Rombouts, Peter Pim, heeft zich ook heel erg hard gemaakt voor deze tentoonstelling. Wat was zijn bijdrage? Nou, ere wie ere toekomt. Hij was de man die 10, 11 jaar geleden als eerste zei: zou het niet heel mooi zijn als dit jaar, 500 jaar na de dood van Jeroen Bosch, al die schilderijen van hem in Den Bosch bij elkaar zouden komen. Daar werd toen echt wel door sommige mensen nog om gelachen. Omdat het Noord-Brabants Museum natuurlijk ook niet een van de grote musea van de wereld is, om het zo maar te zeggen. Maar de burgemeester die hield vol. Ik denk dat je bij dit type projecten moet je het idee hebben van dit kan iets groots worden, dit kan iets moois worden, dit kan iets goeds worden. Op het moment dat dat begint moet iemand er geloof in hebben en ervoor willen gaan en dat heb ik hier gedaan. Morgen dus de officiële opening met de koning erbij. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, er is een hele grote ontvangst in de Sint-Jan natuurlijk. Dat is ook wel bijzonder, want de Sint-Jan is natuurlijk de kerk waar Jeroen Bosch ook ooit bijhoorde, hè, waar hij waarschijnlijk gebeden heeft en kerkdiensten heeft bijgewoond, van alles heeft meegemaakt. Dus in de Sint-Jan. En daarna komt het gezelschap hier naar het museum. Daar gaan ze onder andere kijken naar de hooiwagen. Dat is dan zo'n groot schilderij van Jeroen Bosch. Daar mogen mensen dan de koning en de museumdirecteur fotograferen. En daar zit natuurlijk ook nog een heel, dat kan je ook wel zien een beetje achter mij, hè. Hier is ook stelling aan het bouwen. Er zit een heel feestprogramma nog omheen. En dat is bij Omroep Brabant ook allemaal te zien, want wij gaan daar grote stukken van uitzenden. Peter Pim in Den Bosch, dankjewel.